goedemorgen. Het is vandaag donderdag 30 april alweer. In de afgelopen week kreeg ik heel vaak de vraag of ik weer eens een keer een eetdagboekje wilde filmen. En dat ga ik vandaag doen. Ik ga zometeen eerst ontbijten. En dat doe ik lekker met crackertjes. Ik gebruik de crackertjes van Baza. Met rozemarijn en zeezout. Ze zijn echt super lekker. En zeker in combinatie met aardbeien. En dan ga ik zometeen ook nog even wat rijst koken voor Senna. Want Senna heeft een beetje last van haar buik. En we hebben de vorige keer, toen ze dat ook had gemerkt, dat rijst echt heel goed werkt daartegen. En ik heb vandaag verder een side dag. En dat houdt in dat ik eigenlijk de hele dag gewoon thuis aan het werk ben. Ik ga vanmiddag heel even naar de fysio. Maar voor de rest ben ik vooral heel veel video's aan het bewerken. En heel veel artikelen aan het schrijven. En ga ik dus voor jullie bijhouden wat ik zoal eet vandaag. Yummy, twee crackertjes met verse aardbeien en een groot glas water. En nu ga ik aan het werk. Ik was gisteren als gast aanwezig bij de Social Media Club in Utrecht. En dan kreeg ik dit doosje. 6 domtorentjes. En kijk. Nom. Ik vraag me af wat het is. Ik ga er denk ik even eentje nemen. Er zijn maar 3 tot 4. Wat staat er? Ja, 3 tot 4 dagen houdbaar in de koelkast. Dan mag ik er heus al eentje proeven van zijn. Toch? Kijk wat het is. Mmm! Oh, het is heel zacht. Moet even voorzichtig eten, want anders sijpelt er van alles uit, denk ik. Oh. Het is schuimgevuld. Yummy! Ik zal jullie eens even een kijkje geven in onze koelkast, want die zit zo vol op dit moment. Ik kreeg gisteren 3 vers pakketten of zo binnen. En die heb ik allemaal in de koelkast gezet. Oh, dit is trouwens onze berging. Daar staan wat dingetjes voor het boek. En hier staat ook onze hele grote nieuwe koelkast. En dat is een dubbele. Maar echt, schrik niet. Want kijk hoe volgepropt onze koelkast momenteel zit. Dit zijn 2 zakken van Marley Spoon. Daar kun je binnenkort op de website www.openfoodness.nl iets meer over lezen. En vanavond gaan we er eentje testen. Maar kijk, onze groente- en fruitla. Niet normaal. Ik weet dat je tomaten niet in de koelkast moet bewaren. Maar ik had echt even nergens anders meer plek. Dus sorry daarvoor. Maar we kregen gisteren dus een 3-tal verspakketten thuis gestuurd. Maar daarin zat dus ook 1 zak met alleen maar verse groenten. En er zat echt avocado en tomaat en aubergine en champignons en courgette en verse kruiden en broccoli en prei en weet ik veel wat er allemaal in. Dus de groentelaar zit lekker vol. Dus ik ga nu denk ik even lunchen met iets lekkers. En ik ga denk ik panzanella maken. Dat heb ik nog nooit gedaan. Daar heb ik een tomaat nodig en een komkommer. En brood. Maar dat ligt hier beneden in de vriezer. Ja, van de bakker. En wil je dat ook met zo'n klein laadje? Dan wil je iets uitpakken, zoals brood. En dan pleurt je hele lade uit. Dat probleem heb ik dus altijd. Zo, nog een rondje vriezer. Nou, dit is de bovenste la met zelfgemaakt ijs. Er liggen wat dingen in van Queens. En wat restjes groente, vlees en vis. Dit zijn gamba's. Gehakt, nog weer gehakt. Er ligt nog een biefstukje ergens. Dan nog meer producten van Queens. Er ligt reusty. IJs. En toppertjes. En de onderste la die je net kunt zien, daar ligt een koelelement in. En de restjes eten. En dus brood. Dan ga ik gelijk nog even de koelkast langs. Daar ligt echt super vol in verband met het kookboek. Er staat wat BCL-boter. Kreeg ik in kerstpakket. Gebruik ik eigenlijk niet. Heel veel kaas. Parmezaan en emmentaler ligt er. Er ligt beleefd kaas. Er ligt verse cheddar. Wat vleeswaren. Hier dan dus die Marley Spoon boxen. Er ligt een toetje in de koelkast. Het is citroenroom met... Het is een trifle met citroenroom, merengue en aardbei. Moet ik nog even wegdoen, het staat al even. Dit zijn die domtorentjes. Nou, de Marley Spoon boxen. En daarachter staan nog wat sausjes en yoghurtjes. Dat is natuurlijk niet zo slim. Hier ligt Crystal Clear. Er liggen wat vleesvervangers van So Fine. Het blijft liggen, preitje. Deze, die kreeg ik ook toegestuurd. En daarachter staan mijn
ja, conserven of hoe noem je dat? Groentemixjes, augurkjes en dat allemaal. Nou, hier liggen de tomaten en de komkommer die ik zo ga gebruiken. Dus ja, even weg. Dan ligt hier een hele bak vol met... Kijk. Daar zie je het. Daar. Spekkoek. En hier zit een cheesecake in. En die ga ik je niet laten zien, want die is voor het boek. Dan heb ik hier nog een hele deur vol met boter en wat truffelmayonaise en alle flesjes van die sriracha en kookroom en andere sauzen. En daar staat de melk, chili, ketchup of curry en een fles aangebroken wijn. Maar goed, genoeg van de koelkast gezien. Ik ga de panzanella maken. Woehoe, mega salade. Kijk hoe lekker die eruit ziet. Yummy. Het recept staat binnenkort op www.omavoeders.nl. Ik kreeg dus gisteren een box binnen van Marley's Spoon. En ik ga daar vandaag uit koken. Maar ik weet nog niet zo goed welk recept ik ga kiezen. Ze zijn allebei met witte asperges. Dit is zalm in een kruidenjasje met witte asperges en romige polenta. En dit is malse lamsfilet met witte asperges en hazelnootsalade. En geproefde aardappeltjes. Ik wil ze eigenlijk combineren. Ik wil eigenlijk de gekookte asperges van dit. Met de aardappeltjes en de lam van deze. Welke zouden jullie kiezen? Oké, ik heb gekozen en het gaat een zalm worden met polenta en de asperges. En ik ben benieuwd dat het in de zak zit. Ik ga hem even uitpakken. Okay, dit is wel super handig. Je krijgt gewoon één papieren zak waarin alle ingrediënten zitten. Oh, nog meer zakjes. Dit zijn de verse kruiden. Oké, die zitten heel handig verpakt. Super, dan de zalm. Oh, mooi, die motor zo. Lekker. Dan weer tomaatjes. Dit is trouwens voor twee personen, dus dat is wel heel fijn. Zit hier nog iets? Nou, dit is de polenta. En dan zijn dit de asperges, denk ik. Er nog iets bij eten, want ik kreeg zojuist ook weer een pakket thuis van Becel, maar daarin zat nog veel meer dan alleen boter. Er zat namelijk een ook lekker brood bij, geloof ik. Van, wat zei ik nou? Oh, zit die daar. Kijken. Jan Bussing. Glutenvrij, zeg ik dat nou? Oh nee, brood met natuurlijk ingrediënten. Oh, het ruikt echt super lekker. Er zit echt zo'n heel heerlijk brood in. Dus die ga ik er lekker bij doen met gezouten boter of zo. Uitgebreid eten op de donderdagavond. Moet kunnen. Kijk, Tim snijdt het brood aan. Lekker, hè? Vers brood. Maar dit is het gerecht van mij. En zo had het eruit moeten zien. Net een klein verschil. Maar ik ben benieuwd. Ik was gewoon helemaal vergeten om gisteren de video af te sluiten. Dus dat moet ik nu nog even doen. Het is nu inmiddels vrijdagochtend 7:30. En ik ga weer lekker aan het werk vandaag. Voor jou wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond om te zien. Doe een duimpje omhoog als dat zo is. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste video's. En ik zie je aankomende dinsdag weer. Doeg!